De tomahawk steak. Dat is een enorm populair stuk vlees. Wat het eigenlijk inhoudt is een ribeye met de rib er nog aan vast. Die is dan lang gezaagd, zoals slagers dat noemen. Die gaan we reverse sear garen. Waarom? Het is een dik stuk vlees. Dan is het het mooiste als je gewoon rustig de garing geeft en dan op het eind nog eventjes de hitte erin, mooi korstje erop en gelijk naar rusten lekker eten. De barbecue staat op 120 graden. We gaan de kerntemperatuur van een 48 graden aanhouden. Dan is hij gewoon rood. Op het moment dat we hem dan even laten rusten en we gaan hem dan nog afgrillen, dan zal die super mooi gegaard zijn. Ik heb het hitteschild tussenuit gehaald. We gaan nu de temperatuur opjagen. Schuif onder, helemaal open. Deksel dicht. Schuif boven, helemaal open. Heeft die maximale zuurstofstroom. En dan zal de verbranding dus het hardste gaan. Dan gaan we hem nu als laatste nog even afgrillen voor het krokante korstje. Nou, nu is het grillen klaar. Hij was al mooi op temperatuur. We gaan hem nog even laten rusten, want we hebben toch weer de hitte toegevoegd. En dan heb je altijd dat er stress komt in het vlees. Je kunt zien dat het vet mooi zacht is. Nou, hij is gewoon helemaal sexy. Nou, we snijden de tomahawk steak los van het bot. En er zijn zo verschrikkelijk veel mensen die het vet niet meesnijden. Doodzonde. Dat is het lekkerste, het meest smaakvolle aan het vlees. Gewoon lekker opeten, samen met vlees, is hartstikke goed. Probeer altijd zoveel mogelijk haaks op de draad te snijden. Bij zo'n stuk als een ribeye is het vrij lastig omdat je meerdere delen vlees hebt. Maar als je gewoon een mooie steek hebt en je snijdt schuin door de steek heen, dan zit je eigenlijk dat je de minst lange draden krijgt. Nou, en kijk die garing, dit is gewoon puur het reverse sear, dus het eerst naar kerntemperatuur brengen en dan afgrillen. De meest mooie manier om gewoon dikke steaks zoals dit te garen. Zoals je misschien al wel gezien hebt en gedacht hebt van hey, maar moet je dat vlees niet kruiden? We doen het achteraf, klein beetje zout, meer heeft dit vlees niet nodig. En ik gebruik nu fijn zeezout. Je kunt daar ook heel mooi Maldon of Fleur de Sel voor gebruiken. Ga je grof zeezout gebruiken, dat is te hard. Dat lost niet meer op, is niet lekker. Echt super mooi. Sappig, mals, nog wel een bite. Gewoon echt lekker.